Dames en heren, een hele goede middag. Van harte welkom vanuit Batavialand. U bent uitgenodigd door 8 overheden, uw 6 prachtige gemeenten, het waterschap en de provincie Flevoland, om vandaag met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht was u erbij bij de vorige bijeenkomst op 4 oktober, misschien nog niet, en sluit u voor het eerst aan. We gaan vandaag wat meer de diepte in over onderwerpen die voor u en uw provincie van belang zijn. Toch fijn dat u er allemaal bent en dat u deze middag met ons mee gaat beleven. We hebben een mooi programma gemaakt. Hier in de studio in een 5-tal gasten. Burgemeester Kees van den Bos, de burgemeester van Urk. We hebben Job Fakkeldij, gedeputeerde van de provincie. Laura Bouwmeester, lid van de Algemene Vergadering van het Waterschap. We hebben Rashida Morera Figueredo, raadslid in Almere. En Wim van der Es, wethouder in Zeewolde. Een belangrijk uitgangspunt is de kracht van Flevoland. We hebben namelijk wat te bieden in Den Haag. Maar tegelijkertijd, wij willen ook wat. Wij willen als Flevoland doorontwikkelen. En daar hebben we ook wat voor nodig. En die twee zaken die komen als we goed samenwerken onderling, goed samenwerken met de Rijksoverheid bij elkaar. Ja, waar ik het over wil hebben is regionale samenwerking in Flevoland. Waarom, waarvoor en ook hoe. Ik heb een aantal slides voor u voorbereid. Eigenlijk precies die vragen. En ook om te kijken op welke manier het eigenlijk mogelijk zou zijn om verder te komen in wat wij dan noemen het BRE Flevoland. En BRE staat voor bestuurlijk regionaal ecosysteem. Kasper, zeer veel dank voor het delen van jouw inzichten. Volgens mij een aantal kansen benoemd waar het gaat over de diversiteit en de relatief beperkte omvang van het aantal overheden in het gebied van Flevoland. Die ook maken dat je een krachtige bestuurlijke regio zou kunnen zijn. Ik hoor je ook wel een aantal dingen meegeven. In dat bestuurlijk vermogen om dat ook echt te zijn zit ook nog potentie. Er zit ruimte om nog in te groeien. Zeker ook om een goed tegenwicht tegen Den Haag en je noemde zelfs even Brussel af en toe te bieden. Veel dank voor jouw input. Wij gaan dat meenemen in de rest van ons gesprek. En wie weet dat in het onderzoek wat jullie aan het doen zijn Flevoland nog een keer voorbij komt. Hartelijk dank voor jouw bijdrage vanmiddag. Kasper van Geen dank. Een mooie middag gewenst. Ja. Veel dank. Wij gaan terug naar de studio hier in Batavialand. En wij gaan met de tafelgasten hier wat dieper in gesprek. Onder andere over de inzichten die Kasper van den Berg net met ons gedeeld heeft. Ik zou willen beginnen met Job Fakkeldij, jou vragen om een aftrap te doen en iets te vertellen over waar jullie in de regio op dit moment staan als het gaat om regionale samenwerking. Het Rijk heeft een bijzondere positie, want het Rijk is hier de groot grondbezitter. Dus het Rijk kan ons ook helpen als wij afspraken maken over welke functies kunnen we hier accommoderen. En dan mag het Rijk van ons verwachten dat we met elkaar, niet als 8 verschillende partijen, maar als 1 partij, als 1 overheid opereren. En dat we dat niet alleen doen als dagelijks besturen, maar samen met en gedragen door de volksvertegenwoordiging. En tegen het Rijk zeggen we dan willen we ook dat u niet eigenstandig met uw eigen grond, als de willekeurige eerste de beste groot grondbezitter blijft omgaan, dat u die ook inzet specifiek op die thema's die voor ons van belang zijn. Dan hebben we veel te bieden aan het Rijk, maar hebben we ook veel te bieden aan elkaar. En dan denk ik dat we er heel trots op mogen zijn dat we op tijd begonnen zijn. Is het tijd voor 1 strategische toekomstvisie voor Flevoland en misschien zelfs wel een bijpassende Flevo-deal? Ik denk het wel. Kijk, als jij iets wil bereiken met het Rijk, dan zul je eerst moeten weten wat je zelf wilt. Dus de kunst gaat worden om met elkaar te praten over die dromen die je hebt, die je kunt delen, datgene wat je met elkaar kunt delen. En dan samen kijken hoe kom je tot die visie die je vervolgens aanbiedt met het rauwe randje van en dat willen we dus niet. Het kan allebei en het versterkt elkaar ook, want we leven niet onder de glazen stolp, ook niet als Flevoland. Dus ik vind dat we samen moeten trekken waar kan. En dat kan over de ruimtelijke ontwikkeling gaan. En voor sommige dingen moeten we ook naar buiten durven kijken. Want anders dan wordt het wel een beetje beklemmend. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus wat mij betreft moeten we die 360 graden blik houden. Wat zijn nou voor Flevoland belangrijke kernelementen voor die samenleving? Kijk, ik denk dat het van belang is dat we moeten beseffen dat er op Flevoland, in Flevoland kansen leven op het gebied van de samenwerking die we nu nog niet verkend hebben. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Belangrijk daarbij is uiteraard dat je vertrouwen hebt en elkaar iets gunt. Dat is cruciaal als je met elkaar wil samenwerken. En als je dat in Flevoland voor elkaar kunt krijgen,
dan denk ik dat we heel sterk staan in Den Haag om die bereikbaarheid inderdaad met elkaar te gaan verbeteren. Hoe maak je de verbinding bestuurlijk, volksvertegenwoordigers, om die volgende stappen goed te zetten? In het groeien in visie en meer strategische agenda misschien. En aan de andere kant het omarmen van diversiteit. Mooie ideeën, maar als we ze willen realiseren, dan zullen we elkaar meer moeten ontmoeten. Met name de volksvertegenwoordigers, want de bestuurders doen het al wel heel erg. Nou, ik wil gelijk aanhaken op wat Jean-Paul net aangaf. Dat was ook een beetje onze afdronk. Dat er die samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen, maar ook tussen de verschillende rollen, dagelijks bestuur en volksvertegenwoordiging, op een hele goede manier moet worden vormgegeven. Juist nu die Flevo deal er is, juist nu er een nieuw regeerakkoord ligt met volle kansen staat voor Flevoland. En waarbij het terechte punt werd gemaakt dat met name de volksvertegenwoordiging op een of andere manier het eigenaarschap lijkt te missen. En laten we niet in onze bubbel blijven, maar laten we, en dat is dan typisch Flevoland, laten we het uit een kiekendief perspectief gaan bekijken. Wij hadden het ook nog over het betrekken van de inwoners. Die zijn voor een bepaalde reden in Flevoland komen wonen met een bepaalde ambitie. Dat kan zijn de weidsheid, het groen en noem maar op. En als je dat eenmaal vol zou bouwen of wat ook, dan heb je kans dat zij zeggen van ja, daarvoor zijn we niet gekomen. Dus we hebben te maken met verschillende belangen. Belangen van inwoners, belangen van de raden en staten. En hoe maak je dat nou richting het Rijk concreet, zeg maar, om daar ook mee aan de slag te kunnen gaan? Is de wijze waarop we de gemeentelijke politiek bedrijven, is dat toereikend genoeg om ook in die samenwerkingsverbanden goed je rol te kunnen pakken als raadslid? Naast alle andere tientallen onderwerpen die je ook nog hebt te doen. Wij zijn de leider in de dans. Wij zijn de puber die het beter weet. Zo blijft het. Maar om enthousiasme te krijgen, vinden wij dat je vooral de meerwaarde moet laten zien van dit soort trajecten en de resultaten die het ook op gaat leveren. Wat kan het met zich meebrengen enzovoort? Ik denk dat dat eigenlijk cruciaal is. En al die andere dingen, dat is leuk en dat is een beetje bijkomend. Maar als raadsleden, staatsleden en AV-leden weten dat het echt gaat opleveren, ja, dan zullen ze waarschijnlijk denken, nou, daar wil ik toch wel bij zijn. Ja, dus je moet volgens mij een manier verzinnen waarin je wel op hoofdlijnen dat probeert zo snel mogelijk een gezamenlijk beeld van de opgaven die we in Flevoland moeten accommoderen te krijgen met die volksvertegenwoordigers. En dan ook het mandaat aan het dagelijks bestuur geven om dat verder uit te werken. En dat contract dan, en dat komt dan wel weer qua besluitvorming terug. Maar ik zou zo graag een manier vinden om aan het begin met z'n allen nog eens even een paar van die punten echt stip zetten. Oké, dit zijn wel de thema's, dit zijn de onderwerpen. En daar worden we graag over op de hoogte gehouden. Maar dat zou je eigenlijk gezamenlijk moeten doen aan het begin. En niet een document maken wat uiteindelijk ergens landt waar een kruisje staat. Hier mag u tekenen. Als ik het zo goed hoor, twee dingen van belang. Dat heb je in de kerk trouwens ook. Vertrouwen en gunnen. Gunnen en politiek zijn niet altijd twee dingen die heel goed samengaan. Het gunnen van de verschillende steden misschien naar elkaar. Maar je hebt binnen je politiek natuurlijk ook allemaal je eigen kleur. En daar moet je natuurlijk ook wat mee doen. Dus je hebt wel meerdere slagen te maken voordat je echt daar iets mee kunt. Ik vind het inderdaad echt belangrijk dat raden en staten en waterschapsbestuurders goed aangehaakt zijn op dit proces.